Komende zaterdagavond pakt FC Groningen de competitie weer op als ADO Den Haag op bezoek komt. Tom van Weert kan zijn goede spel van de vorige duel zaterdag een vervolg geven. De spits was de laatste 3 wedstrijden goed voor 2 goals en een assist. Ik denk dat ik een redelijk niveau haal. Ik denk dat ik altijd gevaarlijk ben, ook als ik wat minder speel. Dat ik toch door mijn loopacties en omdat ik graag wil scoren gevaarlijk ben. Ik denk dat ik dat elke wedstrijd ben geweest. Er zitten wel een stijgende lijn in, absoluut. Hopelijk kunnen we dat ook bekronen met een overwinning. Ook Albert Roesnak gaat met vertrouwen richting het duel tegen ADO naar zijn doelpunt voor Jong Slowakije en zijn debuut voor de nationale ploeg van zijn land. Ja, I'm looking forward to that game, you know. It's time for us to get 3 points at home and to start moving up the table higher, because we have a lot of quality in this team and we should be standing a lot of higher positions in the table than where we are right now. And I think everybody knows it and everybody's waiting for it. So we as the players, we have to make that happen. Yeah. What do you expect of the opponent? I know they are a very strong physical team. One of the tallest teams probably in Eredivisie, you know. So it will be a tough game. Ja, best wel een moeilijke ploeg om in te schatten, want ze hebben natuurlijk een geweldig begin gehad. Daarna wel ver teruggevallen. Ook een beetje gewisseld nu qua spelers, qua systeem. Dus dat is een team dat ook op zoek is naar een overwinning. En die goed kan gebruiken. Die zullen denk ik naar Groningen komen met het gevoel van we gaan voor een puntje. En dan willen ze proberen denk ik nog te stelen zoals andere ploegen ook hebben gedaan bij ons. Alleen ik denk dat wij onze lijn doorzetten van de laatste wedstrijden. En eerder die wedstrijden naar ons toe trekken qua resultaat. Dan zie ik hem met vertrouwen tegemoet.